Allemaal auto's, ja. En daar weten ze natuurlijk nu in Zwolle, weten ze daar alles van. Van auto's. Daar weten ze alles van. Want wat is er allemaal aan de hand daar met die Stegeman? Die Stegeman, die heeft gewoon een grote fout gemaakt. That's it. Dat snappen we. Die heeft te veel gezopen. Die vloog tegen een boom en dat schiet allemaal niet op. En nou zitten ze dus bij Zwolle, denken ze van ja, weet je wat we doen? Hey, laat maar gaan. Dat waait wel over en niks aan de hand. Wat een blunder. Jongens, in Zwolle. Hou op. Hou in godsnaam op. Laat mij jullie nou één ding vertellen. Kijk, ik loop ook trouwens intussen even hier door de tent heen. Eén ding is duidelijk. Wat jullie moeten doen in Zwolle. En jij, Stegeman. Weet je wat je moet doen? Je moet, hey, weg. Je moet stoppen daar bij Zwolle. En ik zal je uitleggen waarom. Luister. Ja, kijk, alle mensen staan hier mee te luisteren nou in het restaurant hier. Luister even goed. Waarom jij weg moet, is dat alle stadions van alle supporters, van alle tegenstanders, die gaan jou weg honen. Die komen allemaal met liedjes. Dat wordt één grote treurigheid. En die spelers van jou zelf, als jij iets vertelt over discipline, hoe moet dat dan? Denk je dat ze dat serieus nemen? Als jij zegt van ja, bereid je goed voor, ga vroeg naar bed, weet ik veel, en doe niet dit en doe niet dat. Hé, je kan zelf niet eens van de drank afblijven en je vliegt tegen een boom aan. Dus jullie, Stegeman, jij en Pek, wees nou in godsnaam slim. Ga nou geen rare dingen doen. Hé, gewoon. Pek gaat het niet doen, Stegeman. Wees jij nou slim, dien je ontslag in, ga lekker een jaartje weg, word assistent in het buitenland. En dan kom je weer rustig terug en dan zal je zien, dan komt alles weer in orde.